Ik heb dus een heel groot probleem met vrouwen. Ik hou dus wel van vrouwen, maar vrouwen niet van mij. Ze kijken gewoon niet naar BNN. 70% van mijn kijkers, dat zijn mannen. Nou, dat is meer dan bij voetbal en bij porno. Nou, vandaar dat ik vandaag hier in de arena ben. Normaal het domein van 22 stoere mannen. Echte kerels. Alhoewel, als je kijkt hoe Ajax de laatste tijd speelt, zijn net wijven. Maar ja, vandaag zijn hier 45.000 vrouwen. 45.000? Nou, als het me vandaag niet lukt, dan lukt het nooit meer. Nou, al deze vrouwen zijn hier dus bij elkaar omdat er Margriet 60 jaar bestaat. Nee, ik was veel liever naar een Marie Claire middag gegaan of een Libelle ochtend, een partyweekend of een weekendweekend, een Cosmopolitan dag of weet ik veel wat. Nee, ik zit hier. Laten we maar eens even gaan kijken waarom al deze oude wijven mij zo vrouwenvriendelijk vinden. Ik begrijp het gewoon niet. Kijk, ik doe het heel goed bij mannen, hè. En kijk heel. Klinkt ook weer heel raar. Ik doe het heel goed bij mannen. Dat klinkt ook niet. Er kijken heel veel mannen naar me. Er kijken heel veel mannen naar mijn programma. Ja. En ik zou graag willen dat er ook meer vrouwen naar mijn programma kijken. Ja. Geeft u mij eens een tip? Hallo dan. Ja. Wat vinden vrouwen nou leuk? Feest. Vrolijkheid. Mooie kleuren. Fijne muziek. Gezellige mensen. Kinderen, kleding, koken. Kinderen, alles. Eigenlijk het hele leven. Kantklossen, breien, nee, punniken. Niks te punniken. Nee? Wat voor onderwerpen kiezen jullie nou? We hebben heel veel emotionele onderwerpen. En we hebben goede interviews. En we hebben relatieproblemen, daar hebben we het over. En we hebben het over kinderen krijgen. En als je geen kinderen kunt krijgen. We hebben het eigenlijk over alles. Het thema van vandaag is een beetje kinderen, koken, kleren. Oh, dat weet ik niet. Ik denk altijd maar één ding. Krijg de kleren. Nee, dat is Bart. Ja. Dat is Bart. Ze zeggen dat ik vrouwenvriendelijk ben. Ja, ik dacht het wel, ja. Dat ben je ook wel. Ze zeggen namelijk dat ik vrouwenvriendelijk ben. Dat ik vrouwen behandel als... Nou, ik wil niet zeggen oud vuil, maar... Ik zeg af en toe wel eens wijven, lekkere mokkels, tieten. Er staat toch een woordenboek vol van? Precies. Nou, doe ze moeilijk. Het zijn gewoon Hollandse woorden. Maar als ik nou zeg dat hier 45.000 wijven bij elkaar zitten, is dat dan vrouwenvriendelijk? Ja. Ja, dat vind ik wel. Wel. Vindt u mij vrouw onvriendelijk? Jo, vrouw. Als ik nou tegen jou zeg, ik vind je een lekker wijf. Dat mag. Grote toppie. Vind je dat dan vrouwafstotend? Nee. Nou, zie je wel. Dat vertel me nou eens. En dan mag je eerlijk in zijn, ik kan het hebben, mag je keihard zeggen, doe ik iets om vrouwen af te stoten? Nou, dan. Zeg eens eerlijk, is het hoe ik eruit zie? Ik vind het een heel kniepig lachje. Wie zie je liever, Dani of mij? Ja, Dani natuurlijk. Nou, maar heel eerlijk, jij komt mij tegen op straat. Raak je daar dan opgewonden van? Nou, denk het niet. Dat niet. Denk het niet. Ik durf bijna niet te vragen. Ben ik lelijk? Nee. Ik heb wel lelijkere gezien. Wat een slim antwoord. Nou, bedankt. Ik ben helemaal opgefleurd. Ik ga mijn verhaal aan de boom. Jammer. Ik heb zelf misschien het gevoel dat ik wat meer van mijn vrouwelijke kant moet tonen. Ja. Dus helemaal stil. Dat is geen gek idee. More of my feminine side. Houdt u een beetje van mij? Ja. Ja, heel veel. Echt? Heel veel. Ja, heel veel. Ja, echt. Geloof je het niet? Nee. Nee, toch is het zo. Maar waarom dan? Om alles. Je bent zo lekker brutaal. Hou je van ja, me? Ja, absoluut. Ja. Laat het dan eens zien. Laat eens zien dan. Ik sta ervoor. Laat eens zien. Wat verwacht jij dan? Een lekkere knuffel. Dat moet je toch gewoon doen. Ik sta ervoor. Kom dan.
schuif. Ja, ik vind het wat magertjes. Ik vind wel even dat je jas wel even weg kan leggen en dat het wel even wat uitbundiger kan. Hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now, and I... Toch echt veel makkelijker om het gewoon voor mannen te maken. Dan gooi je 18 tieten in beeld en weet ik veel wat, en zuipen en drugs en neukende mensen en klaar. Hey, je moet weer met kantklossen aan de gang en mode. En als je Caroline Tens of Yvonnie het laat presenteren, dat zegt toch al genoeg. Jong, jong, jong. Kansloos, jammer.